Hoi, ik ben Marloes en ik ben werkzaam als arts in het team infectieziektebestrijding bij de GGD Gelderland Zuid. In ons team werken artsen, verpleegkundigen, deskundige infectiepreventies en ondersteuners nauw samen. En in deze video vertellen we je graag meer over het werk wat we doen. Vanuit team infectieziektebestrijding werken we aan 7 kerntaken. Onze hoofdtaak is het bestrijden van infectieziekten en voorkomen dat deze zich verder verspreiden. In Nederland zijn circa 50 infectieziekten meldingsplichtig. En als een patiënt zo'n ziekte heeft, dan wordt dit doorgegeven door het lab of de behandelend arts aan de GGD. En dagelijks zijn 2 verpleegkundigen en 1 arts aanwezig om deze meldingen op te pakken. We voeren bron- en contactonderzoek uit en nemen maatregelen om verdere verspreiding te voorkomen. Soms vaccineren we of nemen we bloed af. Daarnaast zijn we telefonisch bereikbaar voor vragen over infectieziekten van inwoners, andere zorgprofessionals en instellingen in onze regio. Zo kregen we laatst een telefoontje van een huisarts die wilde melden dat er een hepatitis A was vastgesteld bij een kleuter van 4 jaar oud. Hepatitis A is een heel besmettelijk virus wat een leverontsteking veroorzaakt. Daarom starten we ook meteen met het bron- en contactonderzoek. We nemen contact op met de ouders en we proberen na te gaan hoe de kleuter ziek is geworden. We geven ook informatie over hepatitis A en we proberen na te gaan wie de contacten zijn en of die risico hebben gelopen. In dit geval heb ik ook contact opgenomen met de school waar het kindje in de kleuterklas zit om na te gaan welk risico de klasgenootjes hebben gelopen. Omdat we merkten dat er meer besmettingen waren, hebben we besloten een uitbraakteam samen te stellen. We werken dan met meerdere collega's aan 1 casus. Als deskundige infectiepreventie onderzoeken we de oorzaken hoe deze uitbraak heeft kunnen plaatsvinden. Hoe kan het bijvoorbeeld zijn dat er zoveel kinderen ziek zijn geworden? Op locatie gaan we kijken hoe dit heeft kunnen plaatsvinden. Wij gaan op pad om 25 kleuters te vaccineren, omdat ze gebruik hebben gemaakt van hetzelfde toilet als de besmette kleuter. De ouders hebben voor ons een uitnodiging en een voorlichtingsbrief gekregen. En samen heb ik met mijn collega's telefonisch al veel vragen beantwoord. En als we op de locatie zijn en er zijn nog vragen of onduidelijkheden, dan kunnen we die vragen beantwoorden en onduidelijkheden wegnemen. Als epidemioloog hou ik de data nauwkeurig bij. We verzamelen gegevens over infectieziekten. Die analyseren we en die interpreteren we ook. Zo kunnen we, als het nodig is, gericht acties uitvoeren om de verspreiding van infectieziekten tegen te gaan. Bij ons team zijn we goed voorbereid op grote uitbraken van infectieziekten. We hebben draaiboeken en protocollen klaar liggen. Meestal gebruiken we de protocollen van het RIVM. Daarnaast oefenen we veel. We oefenen met ons team, maar we oefenen ook met mensen van buiten de GGD, bijvoorbeeld de huisartsen, in wat te doen als er een uitbraak is. En elke week overleggen met ons hele team de lopende uitbraken en de nieuwe meldingen. We geven ook tips ter preventie van infectieziekten. Bijvoorbeeld als het mooi weer wordt buiten en mensen gaan barbecuen, dan is er een kans op een voedselinfectie. We vragen dan onze collega's van de communicatie om via de social media tips te delen over hoe je veilig kunt barbecuen. Ik hoop dat je nu een beter beeld hebt over wat team infectieziektebestrijding bij de GGD doet. Wil je meer weten? Neem dan gerust contact met ons op.